Welkom bij Bollenstreek van Toen, een programma dat wij maken samen met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Bollenstreek. Vandaag de gast Anja Schragen. Voor wie haar niet kent, zij is hier regelmatig, schuift ze aan tafel aan om te vertellen over de geschiedenis in Warmond. En ik heb begrepen, Anja, van harte welkom, fijn dat je er bent, dat we vandaag een uitzending hebben met een koninklijk tintje. Ja, we gaan zelfs een sprookje vertellen met waarheid. En met echte koning en echte prinsessen. Dus we gaan een sprookje vertellen. En dat heet Waarom Warmond geen koningin kreeg. Ik vind sowieso al dat koninklijke niet bij Warmond passen, hoor. Zal ik je zeggen. Als we het over Den Haag hebben, Amsterdam. Maar Warmond, maar dat ga je ons allemaal vertellen. Ik hang aan je lippen. Kijk. Ik hang aan je lippen. Ik hoop u thuis ook. Ik krijg geen eens uitgezakte lippen. En we zien hier een eerste plaatje van een zeer statig man. Ja, nou dat was hij alleen maar op de foto. Dat was hij in werkelijkheid eigenlijk niet. Wie is dit? Dit is koning Willem III. Dus de derde koning van Nederland. Even uitgezonderd de Franse koning Lodewijk Napoleon. En koning Willem III wordt ook wel koning Gorilla genoemd. En dat ontneemt toch al iets aan het statige wat jij zegt. Koning Willem III, dat weten we niet altijd, die had 3 zoons. En, want we zeggen altijd van, koningin Wilhelmina was het enige kind en die moest koningin worden. Ja, dat was uit het tweede huwelijk, daar kom ik straks wel op. Ja. Maar er was ook nog een eerste huwelijk. En uit dat eerste huwelijk werden 3 zoons geboren. En een van die zoons is Willem. Dat zou dus eigenlijk koning 4 hebben moeten worden. En over Willem, ook wel Wiewil genaamd, gaat vandaag ons verhaal. Maar deze koning Willem III moeten we eigenlijk van weten dat hij, ik zou bijna zeggen in een goede oranje traditie, een onvoorstelbare schuismarcheerder was. En hij vergat in het paleis wel eens een keer, laat ik het netjes zeggen, welke slaapkamer de zijne was. En daar had zoon lief, had daar ook hinder van, of plezier van, hoe ga je dat noemen. Dus zo vader, zo zoon, maar daar komt wel toch met elkaar in botsing. Dus we gaan kijken wat we verder gaan meemaken. Nou, dat is een flink begin dit. Ja, toch? Ja. Had meerdere slaapkamers, dat is duidelijk. Op zo'n paleis is dat al makkelijk, dat scheelt al. Ja. Dus dit was zijn eerste echtgenote. Prachtige dame. Prinses van Württemberg. Ook familie van de Romanovs. Net zo goed als de schoonmoeder van koning Willem III ook een Romanov was. En dat was de Russische? Dat was de Russische, die was duidelijk Anna Paulowna. En die was grootvorstin van Rusland. En haar moeder, dus van Sophie van Württemberg, was ook haar moeder was ook grootvorstin van Rusland. Oh, okay. Dus toen hadden we kennelijk met Rusland toch een band dat die zomaar een prinses Nederlandse koningin liet worden. Maar wat hadden die in Nederland te zoeken dan, die Romanovs? Ja, dat weten we dat niet landje, precies. Dat kleine landje. Ja, nou, er worden natuurlijk allerlei huwelijken. Kijk, en op een gegeven moment stelde Nederland in de 17e eeuw, stelde Nederland natuurlijk heel veel voor. Ja, dat is waar. En de Oranjes waren wel op de een of andere manier wel geliefd. Er zat in die tijd ook wel aardig wat geld. Dus, maar er zullen, misschien was dit toevallig geworden, te veel prinsessen Romanov, dat weet ik allemaal niet precies. Maar in ieder geval, ze werd uitgehuwelijkd, dat is dus haar schoonmoeder, aan koning Willem III. En deze mevrouw en haar schoonmoeder, dat lag elkaar niet erg goed. Maar dat is op zich voor ons verhaal niet zo van belangrijk. Zij lag ook niet zo goed bij, dat zeg ik dan verkeerd in mijn tekst van de vorige foto, bij koning Willem III. Eigenlijk was zij veel intelligenter dat dan zie je. Koning Willem III. Ja. En ja, zij wilde eigenlijk ook wel graag. Maar dan moet ik even een klein tussenstapje maken. In 1848 was de grondwet aangenomen van Thorbecke. En koning Willem II heeft dat doorgezet. En koning Willem III was daar eigenlijk fel op tegen. Want dat zou betekenen dat
de macht van de koning een enorm stuk ingeperkt werd. Je kreeg dus de ministeriële verantwoordelijkheid en eigenlijk had de koning geen bal meer te vertellen. Het kwam haar wel goed uit, want als de koning die al erg oud was toen hij later Wilhelmina kreeg, 74, maar in het begin, toen toen was zij dus van mening dat de koning niet zo heel lang zou leven. En dan kon zij regentes worden en dan had zij dus in feite voor het zeggen in Nederland. Dus zij zag het wel zitten. Zij zat vol ambitie. Dan komt er een plek voor mij vrij, als ja, het ware. Zij zat echt vol ambitie. En ze was echt bezig met cultuur en met literatuur en noem maar op, schilderen. Ze heeft een van de mooiste collecties miniatuurportretten opgebouwd binnen het Oranjehuis. Dus dit was echt een hele bijzondere dame. Het is een schilderij door Winterhalter. En het was een hele bijzondere dame. Maar het liep zo hoog op dat ze uiteindelijk niet gingen scheiden, want dat mocht niet, maar ze gingen scheiden van tafel en bed. Nou, ze deelden de slaapkamer toch al niet meer en ik weet ook niet hoe vaak ze de tafel nog deelden. Maar deze twee mensen hadden dus in eerste instantie een zoon, Wiewil, en daarna was er nog een andere zoon, die werd maar heel jong, en een derde zoon, Alexander. En Alexander, dat is wel grappig, want dat wil ik toch even zeggen. Ik heb 12 jaar op een internaat gezeten in Huis ter Heide bij Zeist. En die was genoemd naar deze Alexander. Dat was de Prins Alexander Stichting. En dat was een internaat voor mensen met slechte ogen. En in tegenstelling tot menigeen heb ik werkelijk een fantastische internaatstijd gehad. Mm-hmm. En daar heel veel geleerd. Ik zat zelfs met prinses Marijke op school, maar dat terzijde. Ja, die had ook die had natuurlijk ook hele slechte ogen. Maar we zitten hier nu toch. Wat was dan zo specifiek wat je daar leerde? Was dat ook kunst en cultuur of heel politiek? Veel. Heel veel. Het was gewoon gebaseerd op Rudolf Steiner. Oh ja. En, dus zelf ontwikkelen. Je mag zijn wie je bent. Je mag alles doen wat je nodig vindt. Kom maar met voorstellen. Nou, dus in die zin, en dat is wat natuurlijk ook wel het Koningshuis voor een deel. Hè, zeker Juliana die had dat natuurlijk heel sterk. Ja. Dus het was helemaal niet toevallig dat Marijke ook naar die school ging. Dus ik heb aan Alexander heb ik een hele bijzondere, ik ken die man niet, maar een hele bijzondere herinnering. Ja. We gaan voort op ons verhaal. Ja. Ja, dit is dus die Wiewil. Een foto van hem als jonge prins. En deze jonge prins, die wilde helemaal niet trouwen, had hij helemaal geen zin in. Want hij leidde een erg ruig leven. Voor een deel op het paleis waar nu de Raad van State is gevestigd aan de Kneuterdijk in Den Haag. En nou, daar waren al wat dingen van bekend geworden. Er waren nog niet echt roddelbladen in die tijd, maar toch was er zo in den lande wel het een en het ander bekend. Maar dat was nog niks vergeleken bij de feesten en alles die hij in Parijs gaf. Oh. En nou, in ieder geval had hij daar een venerische ziekte opgelopen. Want hij keek niet alleen maar plaatjes, zullen we maar zeggen. Dus hij was echt helemaal niet van plan om te trouwen. Maar nou was er op het paleis, we komen straks op hem nog wel even terug, maar misschien kunnen we de volgende, de volgende plaatje al krijgen. Ja. Ja. Dit is, ik vind het een beetje een slechte foto, dit is Julie Barre. Julie Barre, moeilijk woord, die was getrouwd met graaf van Limburg-Stirum. En dan komen we ook in Warmond, want die woonden op het Huis te Warmond. Daar komen we straks voor op. Ja, daar zien we een plaatje straks van. Maar de graaf, die was medewerker van koning Willem III. En zij was hofdame en ook gezelschapsdame van koning Willem III. In de breedste zin van het woord? Nou ja, dat is dus de vraag. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Ik vermoed van wel. En er zijn mensen met mij die dat ook vermoeden. Mm-hmm. En dat is voor het vervolg wel van groot belang. Want zij met haar man, de graaf van Limburg-Stirum, hadden een dochter.
Dat zal de volgende foto zijn. Aha. Nee, doe maar deze, is goed. Zij woonden dus op het huis de Warmond. Ja. Mooi, wel zoals het er toen al uitzag. Prachtig. Dit is wel een foto van tegenwoordig, maar zo zag het er toen ook al uit. Hun voorgangers hadden het helemaal laten verbouwen. En de familie van Limburg-Stierum, ook hier in Noordwijk natuurlijk heel erg bekend. Ja. Die waren uiteindelijk niet deze graaf. Deze graaf die was ook twee keer getrouwd. Eerst met mevrouw Van der Wijk. En de tweede keer met die Julie die Barre. We net zagen. Ja, en dat had twee... beide dingen hebben voor ons verhaal een betekenis. Namelijk, mevrouw Van der Wijk, die was vrouwe van Warmond. Maar in die tijd ging de titel niet over op de echtgenoot. Ah. Dus hij wilde dat wel graag. Ah. Maar hij kon dus niet heer van Warmond worden. Hij woonde wel op het kasteel en hij had natuurlijk wel van alles te vertellen. Maar hij was geen officieel heer van Warmond. Maar zijn kinderen, zijn zoons, waren wel heer van Warmond. En het tweede huwelijk met Julie Barre, daar werd dus de dochter geboren. En die gaan we nu zien. En die mocht wel. Juist. Waarom die dan wel? Nou, omdat de kinderen die erfden dus wel de titel. Maar de ouders, en dat is ook met adellijke titels is dat zo. Zij was dus gravin van Limburg-Stierum. Mm-hmm. En als zij de oudste geweest zou zijn, dat was niet, dan zou ze dus ook vrouwen van Warmond zijn geworden. Maar er was een zoon, die was ouder. Dus zij was inderdaad gravin van Limburg-Stierum. En zij kwam dus vaak op het paleis in Den Haag. Want ja, vader en moeder werkten allebei op het paleis. Ja, wat moet je met een kind? Er was natuurlijk wel een gouvernante. Want op het huis te Warmond was ook geld genoeg. Maar dat kind ging toch regelmatig mee naar Den Haag. En ja, dat kind werd ouder, werd een grote jongen. En daar was een dochter van de koning, een prinses. En ja, we hebben een bekend liedje in Nederland van als je jong bent, dan speel je toch met iedereen. Nou, dat zal dus ook in die kringen het geval geweest zijn. Dus de prins en de gravin, die kwamen elkaar tegen. En ondanks dat wie wil niet wilde trouwen, een leuk speeltje was er altijd. Dus ze werden verliefd op elkaar. De prins en deze, Mattie van Mathilde van Limburg-Stierum. Gravin Mathilde van Limburg-Stierum. Nou, dat was wat. Want uiteindelijk wilden ze ook trouwen. Nou, ten eerste was al door de grondwetswijziging van 1848... betekende dat er toestemming gegeven moest worden door het kabinet. En niet meer gewoon, aan de vader de hand vragen. Dus, maar in dit geval heeft wie wil toch toestemming aan zijn vader gevraagd. Heel apart, hij schrijft zijn vader een brief en die begint met sire aan je vader. Ik weet niet of dat de gebruikelijke gang van zaken was. Goeie band hadden ze kennelijk. Ja, nou, dat was helemaal geen goede band. Maar misschien wist hij, of hij zou geweten hebben dat zo'n brief ook door het ministerie behandeld zou moeten worden in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid. Oh, hij dacht vooruit. Dus, ja. Maar het kan ook wel zijn dat hij toch zijn vader heeft willen paaien van ik wil met deze mevrouw trouwen. Ja, ja. En uiteindelijk ook de regering weigerde. Ook de familie van Limburg-Stierum was niet blij, want die kende inmiddels de verhalen over deze jongeman. En ze wisten nog niet eens hoe erg het allemaal was. Dus ook die deden moeilijk. Maar ook de koning deed moeilijk. En dat was in eerste instantie van, zij was van te lage adel. Ja, ik wou het zeggen, ze was toch al van goede komaf. Maar mag ik eens even de volgende, ik denk dat ik, als ik het goed heb, de volgorde, ja. Dit is het zogenaamde driemanschap
Ja. En deze ken ik niet helemaal uit mijn hoofd. Dat zijn Gijsbert Karel van Hogendorp. Is dat de eerste of de bovenste? Ik weet niet precies wie is, moet ik eerlijk zeggen. En dat was Frans Adams van der Duin van Maasdam en Leopold van Limburg-Stierum. En deze drie personen die zijn er in 1813 verantwoordelijk voor geweest dat Nederland een koninkrijk werd. En dat dus koning Willem I hier de eerste koning van Nederland zou kunnen worden. Dus dit waren hele belangrijke mensen voor überhaupt het ontstaan van een koningshuis. Ja. Er was natuurlijk wel, vroeger had je de mensen na Willem I, en de, hoe heet dat? Nou, weet ik even niet het woord. Maar al die mensen, Willem I, Willem II, Willem III, Willem IV, Willem V, Johan Friso zit daar nog tussen. Die waren allemaal stadhouder, dat is hem. Die waren stadhouder van Nederland. Maar koning Willem I was de eerste koning van Nederland. Behalve dan de Franse koning. En dat had dit driemanschap had dat geregeld. Dus onze koning Gorilla Willem III, die had helemaal nooit koning kunnen zijn. Zonder deze drie. Deze drie. En deze meneer van Limburg-Stierum was de overgrootvader van onze Mattie van Limburg-Stierum. Ja, maar dan had ze toch een goede komaf. Ja, natuurlijk. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat de van Limburg-Stierums, die stammen al uit de 13e eeuw. Ja. En hadden toen al enorme grondbezittingen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Nou, wanneer heeft prins Willem de I zijn eerste staatje Oranje gekregen? Waar zijn naam uiteindelijk voortkomt. Hij kwam van de Dillenburg in Duitsland. Ja. Dus dat hele verhaal van zij is van te lage adel slaat dus eigenlijk helemaal nergens op. Nee, precies. Dus... En hij, die koning is hem eigenlijk iets verschuldigd, zou je zeggen. Nou, je zou het zeggen. Ja. Dan ga je toch al heel gauw denken van, hoe kan dit? Ja, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Maak ik het volgende plaatje? Ja, dat wel een beetje het laatste plaatje. Dus de koning bleef... Maar we kunnen ook nog terug, hoor, als je wil. Ja, dat hoeft niet. De koning bleef weigeren. De familie van Limburg-Stierum bleef weigeren. En ja, wat is er toen gebeurd? Dat weten we niet precies. Ja. We weten wel dat die werd ziek. Die was in Parijs. Ja, en je zou zeggen van, nou, Mathilde, Mattie, kan daar niet geweest zijn. Want ja, dat je ongehuwd zou samenwonen of zoiets dergelijks, dat was natuurlijk volstrekt uitgesloten. Dat kon echt niet. Hè? Dat was vroeger zelfs zo... dat als je wilde wandelen met je vriendin, dan moest er een chaperone mee. Ja. Dat was dan vaak een broertje of zusje die werd omgekocht van, ga je eens even lekker een patatje halen. Ja. Maar er moest een chaperone mee. Dus, en misschien ging dat in koninklijke kringen ietsje anders, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat Mathilde echt geen kans gekregen heeft om alleen met wie wil te zijn. Mm-hmm. En hij was ziek. En hij kwam uiteindelijk in Parijs te overlijden. Hoe oud was hij? Hij was niet oud. Nee, hij was net even in de 30. Zo. En zij is daar dus wel bij de uitvaart geweest. Dus er was wel degelijk sprake van een goed contact. En mm-hmm. Ik denk ook wel van een relatie. Mm-hmm. Maar ja, achteraf gezien kun je dus zeggen van nou... gezien zijn leeftijd is het maar goed dat ze niet getrouwd zijn. Maar het verhaal is natuurlijk toch zo van ja, de koning vond het niet goed. En dat had dus niks met die te lage adel te maken. Daar kan het althans niks mee te maken hebben. Het kan ook niet mee te maken hebben dat wie wil zo'n ruige lever was. Want zo'n ruige lever was de koning zelf ook. Wie wil die heeft zelfs, moet je voorstellen, heeft één van zijn maîtresses... Van zijn eigen maîtresses heeft hij vanuit Parijs naar Den Haag gestuurd, naar zijn vader, om te proberen om zijn vader, desnoods in bed, over te halen om toestemming te geven tot het huwelijk met Mattie van Limburg-Stierum. Ja. En of vader daar gevoelig voor geweest is of niet,
Of daar in ieder geval van geprofiteerd heeft, dat weten we niet. Dat staat natuurlijk nergens opgeschreven. Nee, jammer. Dat is heel jammer, maar dat misschien als er nog een keer iemand die archieven gaat doorspitten, dat dat toch nog gevonden wordt. We weten het niet. Want we weten dus ook niet waarom die koning nou toch uiteindelijk tegenbleef. Nee, maar bijna alle geschiedschrijvers die zijn het er toch eigenlijk wel over eens van. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat er sprake is van bloedschande. En dat Matti niet de dochter van graaf van Limburg-Stirum was, maar dat Matti de dochter van koning Willem III was. Ik vermoedde al zoiets. Ja, het zou dus heel goed kunnen. We weten het niet. Want er is geen goede reden verder. Nee. Nou ja, dat op zich, dat lage adel, dat speelde natuurlijk in die tijd. Jawel, was dat wel belangrijk, maar dat is geen goede reden. Het was ook niet, kijk, een lelijk meisje. Nee. Hier hebben we er nog even. Precies. Dus, kijk, ik vond haar moeder, in ieder geval op die andere foto, vind ik haar moeder niet heel knap. En dat is de vorige. Deze? Ja, die. Nee, ja, ik vind de dochter knapper. Ja, ik ook. Dus wat de koning in haar zag, weet ik niet precies. Ze kan heel lief zijn geweest. Ja, dat zal. En zacht en naar hem luisteren. Ja, nou ja. Vooral dat. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus daarom boterde het ook niet met... met die ander. Met deze, die wilde zelf praten. Ja, ja die wilde zelf. Ja. Dus uiteindelijk... Denken we dat de koning gezegd heeft, het mag niet, want dat is bloedschande. Althans, het zou bloedschande kunnen zijn. Dus we weten het gewoon niet. We weten dat hij een ruig leven had. En je mag natuurlijk niet met je hoofdzuster trouwen. Dat is duidelijk. Dus zelfs daar kon de koning geen toestemming voor geven. En als we nu helemaal naar het eind gaan... We gaan helemaal naar het eind. Ja. Dit is de grote zaal in het huis te Warmond. En... als daar dus een huwelijk gekomen zou zijn, dan zou ongetwijfeld hier ook in Warmond een groot feest gehouden zijn om te vieren dat Warmond dus een koningin gekregen had. Het mocht niet zo zijn. En met zo'n jonge prins, die maar zo jong geworden is, met zo'n waardeloze schoonvader, want het was echt een vreselijke man, mag ze denk ik wel heel erg blij zijn. Hier is geen feest gevierd. Later trouwden ze... Dat zou ik net vragen. Ja, trouwden ze is met... Is ze nog gelukkig geworden? Ja, met een Van Tuyl van Zeroskerken. Dus ook goede adel en oude adel. En daar hebben ze heel lang mee geleefd. En koning Willem III, die kreeg dus een nieuwe vrouw. Emma van Waldeck-Piermont. Ja. Daar kreeg hij op zijn 74ste, zij was 25, kreeg hij... een dochter bij, koningin Wilhelmina. En wat Sophie van Württemberg niet lukte, dat lukte Emma van Waldeck-Piermont wel. Want toen koning Willem III kwam te overlijden, was Wilhelmina nog veel te jong om koning te worden. En Emma, die werd regentes. Ja. Totdat Wilhelmina 18 jaar was geworden. En Warmond heeft geen koningin gekregen. Nu weten we waarom. Precies. En dat stukje bloedschande, dat weten we niet zeker. Maar we vragen ons af, zo'n mooie meid met een vader die zoveel heeft betekend. Het moet haast wel. Het moet haast wel. En ja, zou Willem ook zijn zoon niet zo'n mooie meid gegund hebben? Want vaders en zonen elkaar iets gunnen kan ook nog, hè? Dat zal heus wel, maar... De bloedschande was natuurlijk toch wel... kijk, en ze deden toen nog geen DNA-onderzoek. Ja, hebben dus, ook... Ja. En ik weet niet, ze zijn... ik denk dat... wie wil is in... Ja, die zit wel in Delft begraven in het graf in de oude kerk. Dus daar zou je nog wel DNA van kunnen opnemen. Misschien, weet ik niet precies... dat kan van Matti van Limburg-Stirum waarschijnlijk niet. Dus je komt er nooit meer achter. En het is misschien maar beter ook. Misschien moeten we dat helemaal niet willen weten. Maar hij had drie zonen, zei je, toch? Ja. Maar waar zijn die anderen gebleven? Die tweede, dat was uit mijn hoofd gezegd, is dat Maurits. Die overleed al heel vroeg. Ook al. En Alexander, die was ongetrouwd. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker... Ook daar zijn wat verhalen over dat hij van de herenliefde was. Dat kwam overigens in de familie wel vaker voor.
maar dan waren ze toch netjes getrouwd. Alexander was niet getrouwd, had epilepsie en was heel ziekelijk. Is ook echt niet heel oud geworden. Heeft zelfs zijn oudste broer niet overleefd. Dus Wiewil was uiteindelijk al de enige zoon die nog leefde. En ook die is dus maar... Geen sterk geslacht, hè? Nee. Nee. Dat is, en Wilhelmina, die is natuurlijk toch wel heel oud geworden. En die heeft heel lang is de koningin geweest. Dus Juliana is ook heel oud geworden. Is ook oud geworden. En Beatrix wordt ook 85. Leeft gelukkig ook nog. Ja. Het geslacht was daarna wel weer wat sterker. Maar in die tijd, Willem III en Sophie van Württemberg, dat heeft het niet mogen zijn. Het was een mooi stel geweest. Ja. Ja. Mooi. Nou, en dan zei mijn moeder altijd, en toen kwam er een olifant met een grote snuit en die blies het hele sprookje uit. Ja. Mooi verhaal. We zijn weer wijzer geworden, Anja. Sommige. Ik hing aan je lippen, echt waar. Ik hou van dit soort verhalen. Dit was Bollenstreek van toen voor vandaag. Dank voor het kijken. Dank Anja nogmaals. En ik zeg graag tot volgende week.